voor overlast van hangjongeren onder de woning van Melle. Maak snel herrie en schop er tegen de deuren. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En je kan het misschien een beetje op de achtergrond zien. En voor de oplettende kijker die het gebouw herkennen. We zijn aangekomen in Apeldoorn. Apeldoorn, dat klonk heel erg lekker. Maar goed, wat naast me staat Nick trouwens voor de kijkers. Wat gaan we doen vandaag, Nick? Goeiedag. Ja, Apeldoorn. Nou, welkom bij het mooiste, grootste, meest moderne operationeel centrum van Nederland. Vanuit hier wordt de verschillende disciplines politie, brandweer, ambulance aangestuurd van heel Oost-Nederland. Mm-hmm. En ik ga je een dagje meenemen op de werkvloer. Wat maakt dit anders of unieker? Of ja, wat zijn de verschillen misschien vooral? Ik heb een beetje meegegluurd op je eerdere vlogs in Den Haag en Amsterdam. Ja, ik denk sowieso indeling, werkoppervlakte, de samenwerking, één grote werkvloer dan met z'n allen samenwerken. Ik ben heel benieuwd, we gaan jullie van meenemen de dag en we gaan onderweg nog even wat vragen stellen over afkortingen en wat ze allemaal precies doen. Als eerst geloof ik gaan we naar de briefing. Hè? Briefing, ja zeker. Briefing aflossen en stuk 1 en 2. En andere telefonie die voorbij komt. En natuurlijk doen we ook een stuk aansturen van de voertuig. Okay. Nou, ik ben benieuwd. We gaan in ieder geval meekijken in de avonddienst en we nemen jullie mee. We hebben zojuist meegekeken bij de briefing. Nou, dat is eigenlijk niet anders dan op een baasteam aanvang van de dienst wordt er een briefing gegeven door de... Over DOC in dit geval, geloof ik, hè? Klopt, ja. Heb je ook een opco? Of? Er zit ook nog een opco, ja, maar die is er tijdens de dagdienst. Ah, nou, daar komen we straks vast nog even op terug. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Nou, we hebben net de briefing meegekeken. Beneden kan ik hier nu zien, dat zien we nog net niet. Er wordt de vroeg afgelost en de collega's van de laat, we net meegekeken hebben, gaan beginnen. Dus, maar wat gaan wij nu als eerste doen? Gaan we ook naar de tafels? We gaan even de headset pakken, gaan we de vloer op en dan laat ik je even zien hoe het eruit ziet beneden. Oké, okay, ben benieuwd. Nou, welkom op de meldkamervloer. Ik zal even laten zien wie waar overal zit. Hier meteen aan jouw rechterkant, daar hebben we het politiedeel zitten. In het midden van deze kolom zit de aansturing van de politievoertuigen. En aan de buitenkant zit de intake van de telefonie, dus waar de 112'tjes binnenkomen. Rechts achterin hebben we de brandweer zitten. Links achterin hebben we de meldkamer ambulance dienst zitten. Dan hebben we in het midden, of helemaal aan de linkerkant, hebben we het RTIC, het Intelligence Center, Real-Time Intelligence Center zitten. Die, als wij meldingen hebben, dan veredelen zij de melding. Dus dat houdt in dat zij dingen uitpluizen binnen een melding, dus kentekens nakijken. Of verdachte personen nakijken of ze nog boetes open hebben staan of vuurwapengevaarlijk zijn. Dat zijn dingen die die afdeling doet. Helemaal links achterin hebben we de calamiteitencoördinator. De calamiteitencoördinator die zorgt ervoor dat verschillende disciplines hetzelfde beeld hebben. Dus dat we dezelfde dingen doen, dat we de juiste dingen doen. En hier in het midden hebben we het OVD-eiland. Daar zitten drie OVD's. OVD-OC, die verantwoordelijk is voor het operationeel centrumdeel, dus de politietak. De OVD-I voor de intelligence-tak, dus de I. Helemaal links zit de OVD-R voor de recherche, voor de opsporing. We gaan met de boel gaan we even inloggen, zodat alle systemen zo meteen voor ons beschikbaar zijn. GMS, de kaart, dat we de eenheden zien rijden en ook dat we mensen zien als ze 112 bellen waar ze zich ongeveer bevinden. Hey Nick, je hebt nu net ingelogd. Ik zie al heel veel schermen die ik van het verleden al wel een beetje ken. Dan gaat al gelijk een telefoon af. Zou je bewijzen tegen nu gelijk meldingen kunnen opnemen? Ja, als de headset zit nog niet gekoppeld, maar zodra we de headset hebben gekoppeld, dan kunnen we al telefonie aannemen met betrekking tot alles wat binnenkomt. Klopt, ja. Oké, okay, we hebben hier drie schermen. We zijn nog een beetje aan het inloggen hoor. Sorry. We zijn nog aan het inloggen. Nou, we hebben hier van drie schermen. Is het voor iedereen dezelfde indeling of is dit een beetje persoonsafhankelijk? Persoonsafhankelijk, ja. We hebben drie schermen en die kun je naar wens kun je die inrichten. Ja.
Het middelste scherm dat is GMS, meldkamersysteem, waar alle meldingen binnenkomen. Maar ook waar als de eenheid zich op straat inlogt, dan zien we ook wie er ingelogd is en wat hun status is. Of bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor ons, of ze aanrijdend zijn, of ze te plaatsen zijn bij melding. Meldingen die binnenkomen, die komen hier onderaan op het scherm. Dus elke prio 1, 2 of 3, een spoed nu of later melding, of eigenlijk spoed en nu melding, die komen bij ons op het scherm. De late meldingen worden door het RSC, het regioneel servicecentrum, afgehandeld. De spoed- en nu-meldingen die komen bij ons op het scherm en dat zijn eigenlijk de meldingen waar we direct op in moeten zetten. Onderin staan de meldingen die nog openstaan. En op het moment dat we ze gekoppeld hebben aan een eenheid, dan gaan ze naar boven en dan zie je ook welk roepnummer er aan hangt. Prio 5 meldingen zijn de meldingen die geen inzet meer behoeven. Dus jagers die bijvoorbeeld een jacht hebben aangemeld. Mm-hmm. Of een gemeentetaak, bijvoorbeeld een waterlekkage waar we al Vitens voor hebben gebeld, waar we geen inzet meer op hoeven te doen. Die zetten we op een prio 5 en dat betekent dat die klaar is, dat die is afgehandeld. Dus maar dit is natuurlijk een jager meldt zich in bij jullie van luister, ik ga vandaag jagen in dat gebied. Mm-hmm. En dat is dan te voorkomen dat als hier straks mensen 1 en 2 bellen van er loopt iemand met een vuurwapen, dat je gelijk ziet van... Ja, toch, nou, dat is de achterliggende gedachte inderdaad van het melden van een jager of van jacht. Als er meldingen binnenkomen van schoten, dan weten we in ieder geval dat is waarschijnlijk de jager die in dat gebied bezig is. We werken ook met taken. Houdt in als op het moment dat je regiecentralist bent, dus op het moment de auto's aanstuurt op straat, dan heb je soms dingen die gedaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld een bergingsvoertuig, Rijkswaterstaat bellen, dat soort dingen. En dan kunnen we taken maken voor andere collega's die taken dan weer kunnen uitvoeren. Hey, maar dit zijn een beetje zeg maar, de taken voor jullie onderling op het OC. Ja, klopt. Maar waar is dat schermpje bijvoorbeeld wat ik in de auto zie dan? Maar daar staat het nooit in, toch? Of ook wel eens? De taken staan in principe niet in de dingen die jij in de auto ziet. Als ik even een willekeurige melding pak. Deze is wel afgehandeld. Dat is een brand van een voertuig. Dat schermpje. Ik zie hier een soort van logging. En alles wat wij hier typen... Dat zie jij ook op straat. Ook aanvullingen vanuit het RTIC, die vind jij ook terug bij ons in dit scherm en bij jou op straat ook in je scherm. Wat we nog meer hebben is de kaart. Hier een verdachte situatie in Nijmegen. Zien we ook meteen het telefoontje van de melder. Maar je ziet direct een telefoontje op de plek, in de meeste gevallen van waar mensen staan. Natuurlijk vragen we het nog wel even uit. Van waar bevindt u zich? Maar 9 van de 10 keer zien we al een indicatie van waar iemand zich ongeveer bevindt. Dit zijn alle roepnummers die op dit moment ingelogd zijn. Medewerkers van justitie die melden zich bij ons in. Dat is meestal bewaken en beveiligen. Die meegaan met gedetineerden naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Die melden hun ziekenhuistransport, melden ze ook bij ons in. Ja, de KMAR, KM. Die zit in dit geval in Zevenaar. Landelijke eenheid, rijopleiding. Rijkswaterstaat, forensische opsporing, recherche, teamverkeer, rechtbank, arrestantenzorg. Alle roepnummers van alle eenheden op straat die zijn op een bepaalde manier opgebouwd. Te beginnen met 2 letters. In ons geval is dat de ON, het staat voor Oost-Nederland. Maar werk je in Midden-Nederland, hè, waar jij de hele tijd gewerkt hebt, dan is dat MD. Nummers op deze manier opgebouwd. De 1 staat bij ons voor IJsseland. Daarna komt het basisteam. En als ik even Zwolle erbij pak, de 2 staat voor het basisteam Zwolle. De laatste 2 cijfers die staan voor het type, in dit geval is het een auto duo. Dus het is een noodhulpauto voor Zwolle die duo bemand is. We hebben ook nog bijvoorbeeld voor Zwolle ook de 12 serie. We hebben de 56, dat is in uniform zonder vuurwapen. Dus dat is een surveillant die werkt in Zwolle. En op deze manier weten we in heel Nederland, en bijvoorbeeld de motorrijder van Hardenberg gaat ondersteunen in Noord-Nederland, weet Noord-Nederland, dit is een motorrijder van dat politieteam. Deze kaart geeft aan per discipline hoe het gaat met de status van de 1 en 2 telefonie. Als er te veel lijnen binnenkomen, dan kunnen ze gerouteerd worden door het land. Dus stel wij hebben het te druk op de 1 en 2. Dan kunnen telefoontjes worden doorverwezen naar bijvoorbeeld Noord-Nederland, Drachten of naar andere gebieden waar ze het op dat moment wat rustiger hebben. En via deze kaart kan je zien hoe druk het is op de OC's en of er bepaalde lijnen worden doorverbonden naar een ander gebied. Dus als ik het dan goed begrijp, dan kan iemand die bijvoorbeeld in deze eenheid 1 en 2 belt, dus hier druk ineens een centralist van Limburg aan de lijn krijgen. Ja, dat klopt. Nou, ik zal jullie nog even meenemen naar het OVD-eiland.
Vandaag als onze OVD-OC hebben wij Jan Willem in dienst. Jouw naamgenoot. Jij bent vandaag onze OVD-OC. Dat klopt helemaal. Als OVD van het operationeel centrum. Als OVD-OC monitor ik de meldingen. En dan met name de wat grotere incidenten. Daar hou ik de regie op totdat de OVDP op straat ter plaatse is. Daarin kan en mag ik ook opschalen, doe ik samen ook met de KACO, de OVDI als dat nodig is. En ik leg de eerste lijn met bestuur, als we echt moeten gaan opschalen met de mobiele eenheid, arrestatieteam, etc. En uiteraard de vraagbaak voor de collega's op straat, maar ook sparringspartner voor de OVDP's, complexe vermissingen. Als even met de casus wat lastig is, dat we samen even gaan kijken wat kan er wel, wat kan er niet. Maar ook in het met de OVDI. De informatie over de ER, de recherche, et cetera. Dus ja, spinnen in het web, binnen het spinnen in het web, zeg maar. Casussen waar jij nu mee bezig bent? Nou, op dit moment is niet zozeer echt dat het een politiefeestje is, maar er is een sluis kapot in de Maas, waardoor het water aan de ene kant stijgt en aan de andere kant zakt. Nou, dat gaat met 5 centimeter per uur, dus het is niet heel spannend. Maar als het heel lang gaat duren, kan het natuurlijk wel een heel groot effectgebied worden. Nou, dan is het aan ons alvast om daarover na te gaan denken. Joh, wat gaan we doen straks? En dat is ook een taak als OVD-OC, dat je in scenario's gaat denken. Worst case scenario of most likely. En alles met elkaar afwegen van wat gaan we doen en waar gaat de capaciteit naartoe. Oké, dankjewel. We gaan 1 en 2'tjes aannemen. Oh, ik hoor je gelijk. Ja, je hoort mij. Ik zal even zo doen, dan hoor je me niet in stereo. Wat we nu gaan doen is aanname telefonie. Als het om een 1 en 2'tje gaat, dan ga ik pakken. En dan kan het van alles zijn. Of we krijgen iemand aan de lijn die echt in nood is. Maar het kunnen ook zomaar kinderen zijn die voor de grap 1 en 2 bellen. Oh, ja. Oké, dus als er zo een 1 en 2 binnenkomt, dan pakken we hem aan en dan horen we wat er aan de hand is. Kijken of we iemand zijn leven kunnen redden. Dat zou wel gaaf zijn. Je weet het niet. Ja, helemaal niks. Maar dat is natuurlijk. Ja, nee, het is klopt als je zo'n mail krijgt. Dat is zo heftig ook eigenlijk. Ja, er zitten wel hele heftige dingen bij, inderdaad. Laatst iemand aan de lijn die belde. Een zoon die belde vanwege zijn vader. Die had een appbericht gekregen. Van ik ga er een einde aan maken. Okay. Daar zijn we toen met spoed naartoe gegaan. En daar hebben we die persoon inderdaad ook aangetroffen. Nog wel een poging gedaan tot levensreddend handelen. Alleen helaas heeft het niet mogen baten. Ik heb die man ook meteen teruggebeld, aangegeven wat de situatie daar was. Dus eigenlijk telefonisch slecht nieuws gebracht. Waardoor hij zo snel mogelijk weer naar die woning toe is gegaan. En overleg met de collega's de afhandeling heeft kunnen doen. Yeah. Maar dat zijn wel heftige dingen die ook achter je beeldscherm plaatsvindt. Er komen een hoop emoties natuurlijk bij en narigheid dan zeg maar. En denk er vooral, maar misschien, ik weet het niet, maar dat je dan de eerste paniek ook hoort. Of niet, of valt wel mee? Ja, het ligt eraan per incident. Sommige mensen zijn er heel rationeel onder, die kunnen heel normaal reageren. Maar je hebt ook mensen die heel erg in paniek zijn. Ja. Met schreeuwen, huilen, gillen, geen locaties meer doorgeven. Wat zou je dan, ik bedoel mensen raken in paniek en dat is natuurlijk heel lastig om daar zonder uit te komen. Maar welke tip zou je dan geven? Ik probeer zelf altijd heel rustig in mijn eigen stem te blijven. En niet proberen mee te gaan in de emotie van de beller. Dat geeft vaak ook een heleboel rust. Wij stellen vanaf hier hele concrete vragen. Dus hele gerichte vragen. Waar bent u? Probeer even rustig te blijven. Mensen adviseren op een bepaalde manier te gaan ademen. En wat rustiger ademhalen. Nou, ik ben benieuwd, want ik hoor van allerlei piepjes. Komt er nu van alles binnen of werkt dat niet zo? Of is dat wat anders? Je zit natuurlijk hier multi. Dus er komen een hoop telefoontjes binnen. Alleen nu niet voor de politie op dit moment. Meldkamer politie, waar is de plaats van het noodgeval? Oké, terug van welk huisnummer? Hoeveel personen gaat het om? En hebben ze ook geslagen, getrokken, geduwd? Geduwd alleen, of ook andere dingen. Voor mij is er ook al politie. Er is ook een politie op het plein, of niet? Ja, u ziet politie. Oké, maakt u even contact. Maakt u even contact met hun, ja? Helemaal goed. Dank u wel. Bedankt voor het bellen, dag. Ja, als ik in een lopende melding wat aan het typen ben, ja. Dan is .mr.
En dan zet hij mijn regel die ik getypt heb, zet hij door naar de centralist. Die heeft bijvoorbeeld zijn melding al openstaan. Ja. Oh, en dan wordt die aangevuld. En dus, die ziet elke keer de aanvulling na die punt .ml. Maar, nou, kijk, nou heeft de kijker het niet helemaal mee kunnen luisteren natuurlijk. Maar wel de vragen van ik gehoord. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd voor jullie als kijkers. Heb je nou het idee wat voor soort melding dit was? Laat het even weten in de reactie. Dan zullen we het later in de video nog even vertellen. Noodkamer politie, wat is de plaats van het noodgeval? Duidelijk. En die persoon hè, die dat doet, kunt u die voor mij omschrijven? Dus we hebben het over een man, 25 jaar oud, blanke huidskleur, ongeveer 1,75 lang. Draagt een petje, wat voor kleur? Nee, maar goed, wat ik zeg, we zijn onderweg die kant op. We moeten wel van wat verder wegkomen. En weten dat we er in ieder geval wel op in gaan zetten. Nou, sterkte, goedenavond. Dag. Noodkamer politie, wat is de plaats van het noodgeval? Oké, ik ga eens even kijken of ik een melding bij u in de buurt heb. Ik heb al een aanrijding letsel. Inderdaad, we zijn al aanrijdend op een melding. Ja, u bedankt voor de melding. Dag. En hier op het OC Oost-Nederland, hier in Apeldoorn, hebben we het ingedeeld dat in de binnenring. Daar doen we de regie. Hier over 5 werkgebieden. 2 collega's voor Twente, eentje voor aansturing, eentje buddy. Daarnaast hebben we IJsseland voor aansturing buddy. Daarnaast zit Noordoost-Gelderland. Aan de andere kant zit Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Aan de buitenringen bij de politie hebben we de intake telefonie. En daar komen de 1 en 2'tjes en overige telefonie binnen. De kopse kant hebben we aan beide kanten een senior zitten die de overzicht houdt over het werkgebied. Heb je elke dag dezelfde taken of hoe leer je dat? Doe je altijd intake bij de uitgifte of zijn er de kwalificaties in? Hoe werkt dat eigenlijk? In principe als je hier volledig bent opgeleid, dan kun je zowel als intakecentralist als regiecentralist worden ingepland. Het verschilt per dag, het verschilt ook per werkgebied. We zijn volledig inzetbaar voor het volledige operationele centrum. Dus de ene dag kan het zijn dat ik 1 en 2 aanneem. De volgende dag zit ik op de regie van bijvoorbeeld Noordoost-Gelderland. We zijn er van positie gewisseld. Net zaten we op intake 1 en 2. En we zitten nu op de uitgifte, de regietafels van Noordoost-Gelderland. Nu heeft mijn collega nog even de aansturing, maar wij nemen zometeen de aansturing over. En dan gaan we eens even een aansturen van de collega's op straat. Rio 1. Pak jij hem? Staat nu met pech langs de snelweg. Mijn longen die vervoerd worden in de coolbox. Ik heb een vraagje voor de melding A1 links, Radio Kootwijk. En die staat daar met pech. En het is geen politietaak om die longen daar naartoe te brengen. Dus kunnen jullie daar als ambu wat in betekenen? Oké, wil jij loggen even in de melding dat hun zelf niks kunnen regelen? Jan Willem, mooi kaas voor jou. We krijgen een melding A1. Orgaantransplantatie. Er liggen longen in een koelbox bij een of andere orgaangebeuren. Ze kunnen zelf geen vervanging regelen voor een transport. Ambu gebeld, die doen dat niet. Maar gaat het om leven of dood voor transportatie? Nou ja, ik verwacht het wel. Als er organen nu met spoed richting UMC Utrecht moeten. Ja, dan gaan wij daar gewoon bij helpen. Als ja, wij maar die wil ik even bij jou voorleggen. Ja, ja? Dan ga ik mee akkoord. Oké, dank. 34-01, 34-01 over. 34-01, u mag met toestemming naar de A1 links 74.3 bij Radio Kootwijk. Daar staat vervoer van orgaandonatie. Die moeten met spoed richting UMC Utrecht. Hebben pech, kunnen niet verder. Overleg gehad met de OVD-OC. Andere instanties kunnen niet vervoeren. U mag met toestemming die kant op en dan vervoeren richting Utrecht af. Een ontvanger, een 34-01 uit. Casus die je niet eigenlijk nooit hebt. Maar kennelijk kunnen ze zelf niks regelen. Nou, dan denk ik, het is iets medisch. We leggen hem neer bij de ambu. Ambu zegt, ja, dat is niet voor ons. In het kader van, we gaan toch snel met die longen richting het ziekenhuis, zeg maar. Even overleggen met de OVDOC, die is leidend. Deze auto ben je wel. 1,5-2 uur kwijt. Keuzes maken, zeg maar. 35-02 en 35-02 over. Postje willen pakken, A50 rechts. Een voertuig slingert enorm, heeft meerdere rijbanen nodig. Er rijdt dan 35-02 uit. Welke heb je er nou heen gestuurd? Epen. Welke was dat ook nog? Oh, dit zijn er nog, niet? Ja, dat zijn er nog. 33-01, 33-01 over.
zit op de deur te bonken. De Sulu 8011, goedenavond ook. Goedenavond, goeiedienst. Wij zijn boven het gebied. Er is met een open vuur bezig, op 2 meter van het bosrandje. Ja, ik start even een melding voor u op hoor. En een goeiedienst ook. Overlastmelding in Elburg. Als je naar de kaart kijkt, zie je in het midden het incident. Ja. Dat is deze. Ja. Dan rijdt deze auto in de buurt. Ja. Die gaan we zo meteen aanroepen. En dat doen we met eerst de cijfers en vervolgens de letters ervoor. Waar hebben we die eindsignaal? 3515 ON 3515, kom eens uit. Of zeg dan ook. ON 7921 ook. Ja, wilt u gaan naar de volgende melding jeugdoverlast? Ja, die huis nummer 33. Zit op het basketbalveldje bij de kinderopvang. Melder is een beetje boos en wil graag de snelheid collega's ter plaatse. Over. Ja, dank u wel. 15. Hè. Of is dat te kort? Nou, nee, ja, je kan hier komen werken. Ja, aangenomen. Ja, dan moet ik al die schermen al leren. Dat lukt niet. Ja. Oh, en 31, 42 voor de zeven. Ja, dank u wel. Fijne dienst. Over. Uit. Is jou weer wennen. Kan je nu nog uitzeggen? Oh, 31, 42 uit. Uit. Sorry. Hij is wel aan één kant te fokken. Nou, het is inmiddels bijna 10:30 geloof ik. In ieder geval het einde van onze dienst zit er bijna op. De nachtdienst is nu in brief, dus die nemen we ons al over. Wel een beetje de luxe dat we iets meer vrije rol hadden, dus ik kom al eerder even weg van de desk. Maar normaal zit je echt tot aan de collega's, zeker als het druk is, af wordt gelost. Hè? Ja, ja, normaal begin je dan met de briefing, draag je over, ga je de hele dienst zitten en tussendoor even eten, einde van de dienst, dan wordt de boel weer overgedragen en is de debriefing, kan je naar huis. Maar je zit inderdaad de hele dienst van begin tot eind aan de desk. Is dat me wel opviel trouwens, is nu hadden we het volgens mij, als ik het goed heb begrepen, relatief rustig. Al vond ik het best snel gaan, maar dan kon ik die schermen allemaal niet zo goed kon volgen. Ja. Ook over iedereen was vandaag best rustig. Maar als het dus heel druk is, ja. Ik weet niet, het realiseert me eigenlijk nu pas als ik nu zo weer stilsta. Dan ben je dus continu achter het scherm en dan kan het wel 8 uur lang prioriteit 1 uitgeven, schakelen en af en toe snel naar de CDN, denk ik. Ik had je heel graag een hele drukke dienst gegund. Ja, ik ben blij misschien ook niet, want daar konden we wat vertellen nu. Maar, ja, dat is waar. Ja, nee, wel heftig eigenlijk, dat bedoel ik ook. Ja, maar het was nu gewoon heel rustig. En normaal gesproken, er zijn diensten bij dat je inderdaad vanaf begin tot eind moet knallen, aan moet staan. Vol of stilstaan bij ons. Nou, gelukkig, dat vandaag is ook nodig om alweer even een beetje op adem te komen, toch? En weer even te kunnen herladen. Zeker. Ja. Want wil jij heel graag werken op het OC? Dat kan. Volgens mij is het hele land zijn er mensen nodig. Nou, zeker. Ja, er zijn eigenlijk altijd wel vacatures voor centralisten de meldkamer. Dus hou de vacatures uit van de politie in de gaten. En als je bij ons kan komen werken, dan ben je altijd van harte welkom. Voordeel misschien is ook wel dat je niet per se een politiediploma nodig hebt en dat je soms ook met studiemogelijkheden als bijbaan erbij kan doen, geloof ik. Hè? Ja. Er zijn allerlei regelingen voor, maar thanks. Wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Laat me een duimpje even abonneren en dan zien we weer bij een volgende video. Later. Later.